Ik wilde vroeger altijd profvoetballer worden. Ik was er altijd mee bezig. Hier kan je ook een paar foto's van mij zien. Weet je, toen ik nog jong was, kampioen hier en daar, weet je wel. Maar toen brak ik mijn knie. Of ik was gewoon niet goed genoeg. Maar dat maakt niet uit. Als jongen zijn en ik ook, denk ik nog vaak over na. Van hoe ziet een dag eruit van een profvoetballer? Dus leek het mij een goed idee om vandaag één dag te gaan leven als een profvoetballer. Als profvoetballer moet je natuurlijk veel trainen. Dus wij gaan het ook doen. We gaan eerst in de ochtend een voetbaltraining doen voor onszelf. Daarin gaan we balvaardigheid, afmaken, snelheid en dribbeloefeningen doen. Vervolgens gaan we in de middag een kleine conditietraining doen. Want als voetballer moet je natuurlijk heel erg fit zijn. En dan eindigen we in de avond nog met een fitness sessie. En daar gaan we Ronaldo's workout nadoen. Het is 9 uur aangekomen op het voetbalveld en we zijn ready om te trainen. Maar we gaan beginnen met een warming-up om even het balgevoel wakker te maken. Dus laten we gewoon maar snel gaan beginnen. We gaan in totaal 3 oefeningen doen en elke oefening doen we 2 keer 30 seconden. Zoals je hier kan zien gaan we steeds beter, steeds sneller. Ik voetbal al een beetje een prof. Vind je dat ook of nog niet eigenlijk, hè? Oké, jongens, we zijn klaar met het balgevoel. Mijn balgevoel voelt nu ongeveer als die van Anthony, weet je wel. Ik ben gewoon wakker. Hij is wakker. Dat is natuurlijk niet waar, maar mijn balgevoel is wel wakker. Nu gaan we door naar de volgende oefening. En de volgende oefening is dribbelen en afmaken. En afmaken van mij, daar kan nog wel veel verbetering komen. Dus we gaan gewoon kijken hoe het gaat. Let's go. We gaan bij het dribbelen en afmaken maar 1 oefening doen. Alleen gaan we er met verschillende manieren doorheen dribbelen, zodat we elke manier van dribbelen trainen. We beginnen hier met de techniek die ik het fijnst vind. En dan kan je natuurlijk dan ook zien in de afronding. Kijk maar. Of toch niet? Dat was een testrondje, man. Dat was even testen. Oh. Het nadeel was dat het echt heel lang duurde, maar kijk eens aan. Ik heb een nieuwe bal gevonden. Dus ja, dat is alweer positief eraan. Laten we maar weer doorgaan. Nu gaan ze goed. Oké, nu gaan ze goed. Laten we zien. Dit is de eerste schot, dus dit moet goed gaan. Oké, volgende dan. Misschien deze. Alsjeblieft. Kom op. Alsjeblieft, de volgende. Even kijken. Oh, nee. Oké. Daarna ging het een stuk beter. Kijk maar. Ik ga een stuk sneller al. Goed vooruit, dat betekent schiet. Oeh. Oei. Het had een hele stadion. Oei. Dit was nice. Dit was nice. Nu zit de snelheid er goed in, kijk maar. Tik, 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 tik. En we gaan schieten, kom op. Oeh, goeie goal. Daarna ging ik door met een andere techniek met dribbelen. En zoals je ziet gaat een beetje ongemakkelijk. Niet helemaal goed nog. Schot praat er niet over. Zie je een beetje langzaam, een beetje wennen. Hier gaat het al een stuk beter. Zie je dat? Kort aan de bal, tik, 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 tik. Hou hem bij me en ik schiet, korte hoek, goal. De afmaak gaat iets beter. Het gaat zeker een stuk beter. En hier eindigt een nieuwe dribbeltechniek. Klaarmaken voor het schot, beste schot van de dag, kijk maar. Boom! Wat een goal. Nu gaan we door en hebben we deze niet meer nodig. We moeten alleen maar onze benen hebben, oftewel sprinten. En voor het sprinten doen we 3 verschillende oefeningen. We beginnen hier met deze. Deze doen we in totaal 3 keer. En zoals je kunt zien, dit is zwaar. Kijk maar. Daarna gaan we door naar de tweede oefening. En de tweede oefening doen we 5 keer. Je springt omhoog en je sprint zo snel mogelijk naar de 16. En dan eindigen we met deze derde oefening. Deze doen we ook 3 keer. We schaatsen heen en weer en dan rennen we zo snel mogelijk naar de 16. De eerste voetbaltraining, we zijn ongeveer een uur bezig geweest. Ik voel mijn benen nu al, maar dat maakt niet uit. We gaan door naar het volgende. Zie ik jullie daar weer. Naast sporten moet je natuurlijk goed eten, want je lichaam moet natuurlijk herstellen. En daarvoor hebben we kip. En je moet natuurlijk weer meer energie krijgen. En daar hebben we rijst voor. En zo kunnen we dan weer verder gaan met de training. Oké, ik heb goed gegeten. Ik ben nu al bezig, zoals je kunt zien, met de conditietraining. Want dan gaan we gewoon weer verder. Ik ben nu 5 minuten licht aan het joggen. En dan doe ik zometeen 15 minuten een intervaltraining. En wat is dan een intervaltraining? Dat ga ik jullie nu uitleggen. Bij een intervaltraining combineer je een periode op een hoog tempo met een rustige periode. Oké, dus nu even in een makkelijk Nederlands uitleggen voor jullie. Hier zit ik in mijn rustperiode en daarin doe ik 1 minuut rustig aan het joggen. En na die 1 minuut rustig joggen ga je in je actieve periode en dat betekent 30 seconden sprinten. En dit deed ik dan wel 10 keer. Ik kon het niet voor elke ronde meenemen, maar wel voor deze ronde. Je ziet me hier gewoon rustig joggen, in mijn rustige jog. En dan nog bezig ga je sprinten. Keihard, 30 seconden. Ze blijft gaan tot 30 seconden over zijn. En zijn die over, ga je weer 1 minuut rustig joggen. Ik moet nog 1 keer sprinten en dan ben ik klaar. Dit was echt heel zwaar. Ik ben nu rustig naar huis aan het lopen. Dit was echt zwaar. Ik voel het in mijn benen. Maar ik heb natuurlijk gekozen voor een intervaltraining. Omdat dat goed is voor een voetballer. Want als voetballer zijn, dan ben je ook niet constant aan het rennen. Je bent soms rustig aan het joggen en dan weer snel rennen. Dus het past goed bij een voetballer. Dus het hoort bij het leven van een profvoetballer. En nu gaan we nog door naar de avond. En dan moet ik toch trainen als Ronaldo met fitness. Aangekomen bij het laatste gedeelte, de fitness. Ik ga nu dus Ronaldo's workout doen. Dus dat moet zwaar zijn. Want hij is natuurlijk best wel aanwezig. En dit is de workout die hij doet. De eerste oefening is een burpee. En dan ga ik door naar een pull-up. Deze tot het hele lichaam. Daarna gaat hij door naar bench dips, zodat hij eruit komt te zien als Hulk. Vervolgens gaat hij weer naar push-ups. Hij wil het echt uitzien als Hulk. En als ene laatste oefening doen we nog eentje voor de buik. Lekker racen. En de laatste is voor de schouders, zodat we op een gegeven moment niet meer de deur kunnen lopen. Maar het is een circuit. En hij doet deze 3 keer. Zoals je kan zien is het best zwaar, maar we gaan nu beginnen met de eerste ronde. En de eerste ronde was dus burpee en daarna een pull-up. Dit is eigenlijk voor je hele lichaam. Deze is erg zwaar. En Ronaldo doet het dus 10 keer. En ik moest hem nadoen. En het lukt hem ook. Deze lukt hem 10 keer. Elke ronde
heb ik het 10 keer gehaald. Maar deze is echt pittig. Daarna ging ik dus door met de bench dips. En deze zijn voor de armen. De triceps, dus de achterkant van de armen. En deze doet hij 20 keer. En die waren me ook gelukt. Maar net hoor, maar net. Ah, genade. Dat is zwaar. Oké, nu de push-ups. En nu komen de push-ups inderdaad. En zoals je zag, ik was helemaal op. En normaal gesproken, hij doet ze tussen de 20 en 30. Ik haal hem maar 10. Eerlijk is eerlijk. Ik haal hem maar 10. Pittig deze. Oh. Oh, mia. Help mij. Help mij inderdaad. Maar daarna hadden we deze. En deze is voor de buik. Benen omhoog gooien. Super zwaar voor de buik. Deze deed ik 12 keer. En dat is ook gelukt. En dan eindig ik met een oefening voor de schouders. En die is erg pittig. Want je hebt al meerdere oefeningen gedaan waar je iets moet wegdrukken. Je eigen lichaam. Maar nu dus gewicht voor de schouders. Hij doet ze 10 keer. Maar ik had 2 keer 10 gehaald. En de laatste keer 8. Dus niet gehaald. Oké, dat was ronde 3. Oh, dit was echt zwaar. Maar ik heb het wel gedaan. Niet helemaal hetzelfde. Iets meer herhalingen. Maar dit is echt zwaar. Oké, dat was de video. Vond je het leuk? Duimpje omhoog. Abonneer als je het wilt zien. En zie ik je de volgende keer weer. Later.